Hey, dag Riesje vrienden. Hoe is het met jullie? Nou, goed om te horen, bij mij is het helemaal... Ik was toevallig gisteren bij een potje voetbal van een niet nader te noemen club. Tegen een andere niet nader te noemen club. En zeg maar de club waar ik was en waar ik ook voor ben, die had aardig gewonnen. Met 5-0. Dan weet je nog steeds waar het over gaat. Ja, want ik heb namelijk geleerd van Bram Krikke. En dus die jongen met die snor, dat je nooit moet zeggen voor welke voetbalclub je bent. Want dan gaan de supporters van de andere clubs gaan niet meer naar je filmpjes kijken. Omdat je dan een, nou bijvoorbeeld, een neus bent. Hè? Dus ja, die was gewoon niet handig. Maar goed, wel een lekker potje. En toen Maxi kijken. Die werd ook nog even eerste. Prima zondagje. Wat zit hier onder het... Ik ben nog helemaal een beetje schoor van dat juichen 5 keer. Hè? Wat zit er onder het douche? En dan niet gelijk beginnen van... Ik ben de anti-Eindhoven. Want ik heb zelfs een vriendinnetje uit Eindhoven, ja? Wat heeft ons zacht met je opgestuurd? Laten wij gaan kijken. Dit duurt veel te lang. Komt-ie. Iets met proteïne van Melkunie. Wat is dat gesodemieter met die proteïne? Je ziet het verdikken. In al die supermarkten staat het helemaal vol met proteïneproducten. Allemaal leuk en aardig, maar proteïneproducten? Wie eet dat? Wie heeft dat nodig? Oh, ja, ik heb zo'n trek in proteïne. Wat is dat? Wat is dat? Weet je wie de hele dag zit te zeuren over proteïne? Topsporters. Nou, als je bij mij in de plaatselijke supermarkt rondloopt, loopt daar geen één topsporter. Hè? Godsamme kraken, dat is iedereen die zit nu tegenwoordig aan de proteïne. En wat doet proteïne eigenlijk met je? Nou, 0,3% vette kwark. Dus dat is, oh, dat is allemaal wel heel erg goed voor je lichaam, denk ik dan. Maar goed, even opzoeken. Nou, de website van Melkunie zegt zelf dat proteïne heel goed voor je spier is. Voor het herstellen na flink sporten. Dan heb ik het niet echt nodig. Want ik vind flink sporten hartstikke leuk om naar te kijken. Zoals gisteren. 5-0. Goed hoor. Goed. Wat hebben we hier? Melkunie proteïne strawberry. Vet kwark. 0,3% vette kwark. Nou, met aardbeien. En hier hebben we dezelfde dan met blueberry. Met bosbessen. En daar zit 0,2 vet in. Hoe kan dat nou? Is dan die aardbeien, maakt dat die dan ergste vet? En hier heb ik nog 2 bakjes ervan. Chocoladepudding. Een salted karamelpudding. Maar wacht even. Misschien ben ik een beetje voor ingenomen. Maar als jij heel erg grote sporter bent, dan ga je toch niet chocoladepudding zitten vreten? Ik snap het allemaal niet. Nee, maar dan neem je toch een banaantje of zo. Dan ga je toch niet chocoladepudding. Waarom zou je een chocoladepudding eten? Ik snap hier helemaal niks van. Ik snap niks van deze producten. Maar goed, misschien komt dat ook wel omdat ik niet echt een topsporter ben. Maar goed, we moeten die benen toch proeven, want daarvoor zitten we hier nou eenmaal. Ik heb hier een lepeltje, dat is handig, want ik ga het niet met mijn vingers doen. Ik begin wel met kwark van aardbeien. Nou, hartstikke leuk, ziet er zo uit. Ruikt inderdaad wel naar aardbeien. Ja. Smaakt ook naar aardbeien. Maar het is inderdaad heel erg te merken dat er niet heel veel suiker bij zit. Of liever gezegd niet. En het is ook heel erg te merken dat er niet heel veel vet in zit. En het is ook te merken dat er niet heel veel smaak aan zit. Iedere keer weer met die proteïnerijke bende. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar ja, smaakvol is het niet. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat die mensen die heel vaak sporten, die zijn dan heel slank en gespierd, maar die kijken nooit heel erg blij. Maar dat komt natuurlijk omdat ze de hele dag hun lichaam aan het uitwonen zijn. De hele dag aan het sporten, aan het rennen, aan die ijzers hangen. En dan komen ze thuis en dan krijgen ze een bakje smakeloze kwark. Zou ik ook een beetje een zure kop voor krijgen als ik heel eerlijk ben, ja toch? Maar vies is het niet. Het is niet vies. Het heeft wel gewoon smaak. Het is niet
Het is een hele lichte aardbeiensmaakje op gewoon een kwark. En dan wel echt wel een hele droge kwark. Nou, hebben we de borstbessen. Het zal hetzelfde lakenpak zijn. Hé, hier zit zelfs een stukje borstbes in. Ja, exact hetzelfde. Je proeft borstbes, maar heel ver weg. De kwark is smaakvol. En toch, geen flikker aan. Ja, ik snap het wel. Ik snap wel dat dit gezond is. Want meestal als iets heel erg lekker is, is het niet gezond. En andersom. Is dat zo? Laten we nou eerlijk zijn. Wat vindt een mens nou echt lekker? Ik denk dat een mens echt lekker vindt een wit kadetje met zo'n drassige gehaktbal met mosterd of pindasaus. Of misschien wel een beetje mayo. Ik denk dat dat zeg maar de basis is wat mensen lekker vinden. Dus vet, zout, heel weinig graantjes erin, heel weinig groentjes erin. En dan nog een paar kletters saus erop hè, en dan lekker eten. En dan denk je, god, wat dat is hartstikke lekker. Alleen je wordt er hartstikke vet van en je gaat er hier de dood van. Begrijp ik ook wel. Maar dat is denk ik de basis wat mensen lekker vinden. Een broodje bal. Nou, dat is natuurlijk totaal iets anders dan dit. Ja, dat kunnen we wel zeggen. Nou, dan gaan we naar de chocoladepudding. Maar daar zie ik al helemaal niet op te wachten. Maar het ziet eruit als chocoladepudding. Het ruikt de chocoladepudding. Dan maak ik gelijk even die salted caramel. Daar heeft iemand opeens die salted caramel uitgevonden. Tegenwoordig is alles salted caramel. Oh. Dit lijkt een beetje op de stront van een macabere, als ik heel eerlijk ben. Eén voordeel is dat ik niet misselijk word een keer. Dat is ook wel lekker. Chocoladepudding van Proteïne Melkunie. Hé. Hey. Die is hartstikke lekker, joh. Ik wil niet heel veel doen. Maar ik vind dit een hele lekkere chocoladepudding. Smaakt heerlijk naar chocolade. Is niet meer zoet. Dit is gewoon echt heel lekker. Dit is echt heel lekker. Maar ja, ze geloof het ook niet. Nou, dan gaan we inderdaad dus nu naar die stront van de makkebeer. Ja, ik heb iets tegen karamel. Kan ik niks aan doen? Het is niet mijn vriend, karamel. Vind ik niet nodig. Onnodig vind ik het. Tegenwoordig heb je overal alles karamel in zitten. Totaal niet leuk. Maar met zeezout. Ja. Puddingje is net als die chocola. Nou, die chocola is echt lekker. Prima. Ook waarschijnlijk prima op smaak. Alleen die karamel smaak, ik weet het niet. Het enige wat ik dan denk als ik karamel eet is... Dit gaat heel snel mijn lichaam verlaten. Ken je dat? Dat je lijf heel snel reageert met... Wat ben je nou aan het doen? Ik wil dit niet. Doe nou niet. Dan had ik vroeger altijd met tequila. Was je dan dus een jong en stoer. En dan ging je tequila drinken. Was eigenlijk meer voor de show. Omdat je natuurlijk met een citroentje en dan zout en allemaal likken. En allemaal dingen naar binnen. Maar altijd als ik dan als dat door mijn slokpijp ging. Zei mijn lichaam, Jezus Jan, doe dit nou niet. Dit wil jij niet. Dit lijfje heeft geen behoefte... Aan tequila. Grappig verhaal. Maar het is niet te geloven, maar ik ben dus al misselijk van één hap van die karamel. Wat een smerige meuk, zeg. Maar ik ga toch wel weer even over naar mijn vriend van de chocolademousse. Ik vind dit gewoon een vinding, weet je dat? Wat heerlijk. Wat een lekkere chocoladepudding. Ongelooflijk. Nou, tijd voor de cijfertjes. Voor de proteïnelijn van Melkunie. Al het goede komt van een melkuniekoeien, zeiden ze dat vroeger altijd. Nou, dat kunnen we in ieder geval niet zeggen van de karamel zeezout pudding. Want ik vind het niet te vreten, jongens. Maar dat kan ik niet. Dat ligt niet aan Melkunie eigenlijk. Dat ligt aan mij. Maar ja, ik geef hier de cijfertjes en Melkunie niet. Ja, zo is het ook wel weer. Dit is zo niet mijn smaak. Dit krijg ik echt een 4. Ik moet er bijna een beetje spuug van spugen. Nou, dan moet ik natuurlijk zeggen dat ik de aardbeienproteïne kwark, die is zo gort en gort droog. Ja, dat je wel een beetje afvraagt of het leuk is om het op te eten. Doch is het eigenlijk wel gewoon een prima product. Ik geef dat een 6. En de borstbessen is niet veel beter. Het zal wel prima gemaakt zijn. En je spieren zullen zich verschrikkelijk blij zijn dat je die bende eet. Maar ja, er is meer dan spieren, hè. Bijvoorbeeld hersenen,
die dan registreren en zeggen van, ik vind het een beetje saai. Ja, die doe je daar geen plezier mee. Dus deze kan ook een sessie, het zal maar wel. En nu komt die. De chocoladepudding, proteïne, hoe heet dat hier? Proteïne, chocoladepudding, ja, zo heet het ook. Is waanzinnig. Lekker. Echt heerlijk. Ze hebben het waarschijnlijk gemaakt voor sporters, maar ik ga dit gewoon kopen om te eten. Als ik zin heb in chocoladepudding, dat is eigenlijk nooit hoor, overigens. Maar als ik er dan zin in heb, koop ik deze, want deze is fantastisch. Ik krijg gewoon van Omi Jan een 9. Ja, zo moet ik aan het leven zijn. Heerlijk. Lekkere chocoladepudding en 5-0 winnen van die... Nou, bedankt. Dag!